Hallo dames en heren van Sammetje Vlier en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Dit is de tweede aflevering in de Train Cards tutorial serie. Mocht je de eerste aflevering niet hebben gezien, staat een linkje onder naar de beschrijving waar je deze kan bekijken. In die vorige aflevering hebben we het gehad over alle verschillende signs van Train Cards en hoe deze werken. En hebben we het gehad over de physics van Train Cards. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over server signs en wireless redstone en de attachments van Train Cards. Nou, welke plugins je hiervoor nodig hebt zijn natuurlijk Train Cards en BK Common Lib om Train Cards te laten werken. En je hebt hier dan natuurlijk server signs voor nodig, wireless redstone en eventueel signlink. Laten we gelijk gaan beginnen met de attachments. Nou, attachments zijn een manier in Train Cards om bijvoorbeeld models op een car te zetten. Ik heb hier de Train Cards texture pack aanstaan van het SD-park. Dit is een texture pack voor mijn pretpark server. En hierin zitten dus alle models voor alle karren en nog veel meer. Ik ga dit als voorbeeld gebruiken voor deze tutorial. Dus nou, we plaatsen gewoon een karretje en dan typen we Train Attachments. En dan krijg je deze map. En als je deze map vasthoudt, dan zie je een menutje. Je kunt met dit menu navigeren met de WASD knoppen, Shift en Spatie. Met A en D beweeg je naar links en rechts. Je ziet waar ik op het moment ben aan dat knipperende ding. En je kunt naar beneden met S en naar boven met W. Stel, ik sta nu op de minecart te knipperen. Kan ik op Spatie klikken om in dat menu te gaan. En Shift om weer uit dat menu te gaan. Nou, dit eerste menu, dit is eigenlijk hoe het karretje eruit ziet. Je kan hem dus bijvoorbeeld op een entity zetten. Je kan hem op een item zetten. Of je kan hem op een seed zetten. Bijvoorbeeld bij een entity kan ik hem op alle verschillende minecarts zetten. Ik kan hem op een creeper zetten. Een skelet, een giant, blijkbaar. Een ghast. Dus hier kan je bepalen hoe de minecart eruit ziet. Nou, in het volgende menu kan je aanpassen hoe lang de car moet zijn, de afstand tussen de wielen en eventueel een wheel offset tussen het begin en het eind van de karren. Dit wordt straks wel duidelijk. In het derde menu kan je bijvoorbeeld de minecart hoger zetten of lager zetten of rotaten. Dit is eigenlijk alleen toepasselijk als je een model op je car hebt, want bij je minecart zelf werkt het volgens mij niet. En bij het laatste minuutje kan je bijvoorbeeld een attachment toevoegen, de order veranderen of deleten of duplicaten. Maar dat kan bij deze niet, omdat dit de enige attachment is. Nou, standaard staat hier een attachment onder. En dat is van het type seat, zodat je dus in het karretje kan zitten. En als je ziet, kan je deze dus bijvoorbeeld wel deleten. Ik zou niet weten hoe dat werkt, dat je dan dus ineens niet meer in een minecart kan zitten. Maar ik zou deze standaard attachment altijd gewoon laten staan. Nou, voor deze tutorial ga ik even hem op item zetten. De minecart. En dan ga ik even naar de gold pickaxe scrollen in dit menu. Ik zit gewoon nu gewoon op S te spammen om naar beneden te gaan. Daar is de gold pickaxe. Spatie om te selecteren. En dan kunnen we met A en D weer een verschillende variabele pikken, kiezen van de gold pickaxe. Dit karretje staat op data value 15. Dat is dit model van de kikkersprong in mijn server. Willen jullie weten hoe je zo'n texture pack maakt met models op verschillende items van bijvoorbeeld een pickaxe, bijvoorbeeld dat deze op 15 staat en de andere staat weer op 16. Dan laat het zeker weten in de reacties en dan kan ik wel eens kijken of ik zo'n tutorial kan maken. Maar zoals je ziet staat dit karretje een beetje laag. Dus deze kunnen we hoger zetten met dit minuutje. En hij moet omhoog op ja, de Y-positie, dus we gaan deze even wat hoger zetten. En dit is ongeveer wel goed. Dus dat is mooi. Nou, wat je dan ook nog kan doen is bijvoorbeeld de seat aanpassen zodat die op de goede plek staat. Maar dat ga ik nu even niet doen. Het is gewoon precies hetzelfde. Je kan er dan eventueel in gaan zitten en dan kan je de seat verplaatsen naar de goede plek zodat je kan zien waar die dan zit. En als je dan dus klaar bent met je model, dan kan je hem saven met train, save en ik noem hem even test. Nou, jullie krijgen de train was saved as test. Dit krijgen jullie niet te zien, want ja, ik heb al een beetje te testen natuurlijk. En wat ik ook nog even gelijk ga aanpassen is de grootte van de car. Dus ik ga de car lengte ga ik even op een 4 zetten. Want het karretje is ongeveer 4 blokken lang. Dus dat staat hier nu. En de wheel distance ga ik even een beetje mee kijken. Je ziet die rode bolletjes hier bewegen. Dus die ga ik ongeveer even op de goede plekken zien te krijgen. Qua het model. Nou, het ziet er zo wel goed uit. En dan doen we weer opnieuw 7. Dus dat is hoe attachments werken. Dus op die manier kan je dus een model krijgen op de rails. Waar mensen dus in kunnen gaan zitten voor je achtbaan. Nou, dan gaan we nu naar dit Train Cards praktijkgebiedje die ik even hier gebouwd heb voordat ik deze tutorial begon. En hierin ga ik dus uitleggen hoe server signs en wireless redstone
met Traincards kunnen samenwerken om dus een leuke achtbaan te bouwen. Ik heb hier even snel een achtbaantje neergezet. Nou, over heel de rit zitten gewoon Train Property Max Speed bordjes om de snelheid te controleren. Dus zodat hij wat sneller gaat en langzamer op heuveltjes naar boven. Nou, wat hier nog meer zit is hier gewoon een standaard train, een station sign. Hier zitten wat signs voor de max speed, een naam op het karretje te zetten, collision uit en slowdown uit. Hier heb ik wat signs om beugels open en dicht te kunnen doen. En hier heb ik een spawn en destroy sign. Dus ik zal even een kar spawnen. Train spawn 7M, 7 normale minecarts. Dus die zijn nu gespawnd. En als ik dan dus hier op dit knopje klik, dan vertrekt het karretje. Maar je kan natuurlijk niet maken dat je alleen maar op die knoppen moet drukken. Wij willen natuurlijk dat je vanuit een bestuurhok dit kan doen. Standaard met surface signs kan je dit alleen op signs doen. Maar al wil je bijvoorbeeld ook kunnen besturen met behulp van knoppen, dan moet je even wat aanpassen in de instellingen van server signs. Ik zal nu even laten zien hoe je dit moet doen. Ik zit hier nu in het mapje van mijn server. Als je bijvoorbeeld je server host op een website, dan zit je hier dus in je website file manager. Maar ik host deze tutorial server even op mijn eigen pc, omdat het makkelijker is. Dan gaan we hier dus naar het plugins mapje. Dan gaan we hier naar de server signs map en dan zie je hier een config bestand. En wat je hierbij moet zetten, standaard staat er bij jullie alleen maar deze twee. Moet je dit er dus bij zetten. Dus dit zijn de blokken waarmee server signs werken. Nou, standaard staan hier de twee typen signs in. Signs op de grond en signs tegen de muur. En ik heb de wood en de stone button hier aan toegevoegd. En als je dat hebt gedaan, dan ga je weer terug. En dan typ je server signs. SVS is de afkorting van server signs. Reload. En dan zou dat moeten werken. Dus voordat we met server signs kunnen beginnen, moet ik even uitleggen hoe wireless redstone werkt. Wireless redstone is een manier om, de naam zegt het al, draadloze redstone te kunnen gebruiken. Dus in plaats van een knop hier, kunnen we hier een sign neerzetten met WRR. WRR staat voor Wireless Redstone Receiver, oftewel een draadloze redstone ontvanger. En dit kunnen we dan een naam geven. Nou, deze attractie heet test. En wat doen we hiermee? We geven hiermee vrij, dus ik noem hem even test _ vrij. Je dus created a new channel. Nou, als we dan de comment Wireless Redstone activate type, of gewoon kort A. En dan de naam, test _vrij. Dan zie je dat die sign heel even verandert in een redstone torch, waardoor die dus ook vrijgeeft. Wat we dan met server signs kunnen doen, is dit op een sign of op een button zetten. Ik doe het even op allebei. Dus wat we typen is, we typen server signs at, en dan tussen haakjes server, want we willen dat de server, oftewel de console, deze comment uitvoert. En welke comment willen we dat hij uitvoert? We willen dat hij uitvoert WR activate test _ vrij. Nou, dan staat er right click the sign to bind the comment to it. Nou, dan klikken we op sign. De comment was added successfully. Dus wat je nu ziet, als ik nu op de sign klik, dan geeft hij vrij. Nou, bij de button precies hetzelfde. Server signs add server, WR test vrij. Enter, klik op de button. De comment was added successfully. Dus als je nu daar kijkt en ik klik op de knop, zie je dat het kort in een redstone torch verandert. Nou, bij de poortjes kunnen we dit ook doen. Alleen bij de poortjes moeten we het net wat anders doen. Want we willen natuurlijk niet dat als je op de sign klikt, dat de poortjes dan even open gaan en gelijk weer dicht gaan. We willen erop kunnen klikken, dan gaan ze open. Willen we weer kunnen klikken, dan gaat die dicht. En hoe we dat kunnen doen, is op een net wat andere manier. Wireless redstone receiver, test _ port. Zetten we hier switch onder. Nou, en ik ga deze sign nu even overal neerzetten. Dus ik ben zo bij jullie terug. En je ziet dan dus ook elke keer zie je nu dus staan, you just extended a new channel. En ik zie ergens you created a new channel. Dus ik heb ergens een fout gemaakt. Ah, hier staat het haakje op de verkeerde plek. WRR test _ port switch. Zo. Dus wat ik nu doe, ik doe nu WR activate test _ port. En dan zul je zien dat alle signs open gaan. En die blijven nu dus open totdat ik de comment weer opnieuw type, want het is een switch. Nou, dit is perfect voor een poortje sign. Dus we doen weer server signs add server WR activate test _ port. En dat staat nu op de sign en ook op de knop. Dus dan klik ik nu op de sign, gaan de poortjes open. Gaan ze weer allemaal dicht. Klik op de knop, gaan ze allemaal open. Klik op de knop, ze gaan allemaal dicht. Nou,
Hetzelfde kunnen we ook voor de beugels doen, alleen dan net wat anders. Hier staan alle knoppen voor open de beugels en hier staan alle knoppen voor de beugels dicht. Nou, beugels open. We doen hier doen we wireless redstone test underscore beugel. En dit maken we ook een switch. Zometeen wordt het duidelijk waarom we dit doen. Dus nog een keertje test underscore beugel switch. En nog een keer wireless redstone test beugel switch. Wat we dan doen is we activeren deze. Dus we doen wireless redstone activate test underscore beugel. Dus we zien dat al die signs aangaan. Nou, nu verandert er niks, want de beugels staan op het moment al open. Maar wat we nu dan eens kunnen doen, is we kunnen nu de signs aan de... Oh, even iemand weg. We kunnen nu die signs aan de andere kant ook typen. Wireless redstone test underscore beugel switch. Wireless redstone test beugel switch. Wireless redstone test beugel switch. En wat dit nu doet, als ik nu de comment type, dan gaan die signs uit. Oké, ik had even een paar typfoutjes gemaakt. Nu zouden ze goed moeten zijn. Dus testbeugel switch, testbeugel switch, testbeugel switch. Die staan allemaal aan. Ik typ de comment. Die gaan allemaal uit. Die gaan allemaal aan. Waardoor de beugels dus dicht gaan. En ik typ het nog een keer. Die gaan allemaal uit. Die gaan allemaal aan. Waardoor de beugels open gaan. Nou, dan kunnen we die comment weer toevoegen aan onze server sign. Hier bij de beugels. Server sign. Add server. Weer activate test underscore beugel. Zo zie je dus als ik nu op de sign klik. Beugels zijn dicht. Beugels zijn open. Ik kan hem ook toevoegen aan de knop. Beugels gaan dicht. En beugels gaan open. Nou, zoals je misschien ook al hebt gezien, staan er hier onder de bordjes, onder die regel, staat procent testpoort procent. En aan de andere kant staat test underscore beugel procent. Wat dit is, dit heeft te maken met die plugin Signlink, waar ik het aan het begin over had, die je niet per se nodig hebt. Maar wat je hiermee kan doen, is je kan een variabele op een sign aanmaken. En een variabele is een soort van... Dat is iets wat je kan vervangen voor wat anders. Dat klinkt misschien nu een beetje vreemd, maar dat wordt zo meteen wel duidelijk. Als ik nu bijvoorbeeld... variabele... edit... test underscore port doe. Want zo heet de variabele, want het staat tussen twee procenten. Set. Op het moment staan de beugels dicht, dus ik zet het wel even naar dicht. En dan zie je dat hier nu dus dicht komt te staan. Als ik het nu bijvoorbeeld dan zo doe met een groen kleurtje op open, staat er open. Wat we dus kunnen doen, is we kunnen onszelf een comment blok geven. En bijvoorbeeld, even kijken. Even hier ruimte maken. Zo. Bijvoorbeeld als die poorten open gaan, dan komen hier natuurlijk allemaal redstone torches. Dus wat we daarmee kunnen doen, is dit. Dus die, als nu die poort open gaat, activeert hij die comment blok. Dus in die comment blok kunnen we nu zetten, variabele edit, test, poort, set, open. Dus wat dit doet, als we nu, ik zet hem dan wel even op wat anders. Ik zet hem gewoon even op... dicht. Als we hem nu openen, dan komt er open te staan. Nou, wat we dan kunnen doen is tegen de command block een redstone torch aanplaatsen. Met dan een command block met eigenlijk exact dezelfde comment erin. Alleen in plaats van open, dicht. Dus als de signs dan nu, de poortjes nu dan dus dicht gaan, komt er op de sign dicht te staan. Dus dat zullen we even testen. Poortjes, open, dicht. Open, dicht. Klik op de knop. Open. Dicht. En dat is dus hoe dat werkt. Ik zal nog even laten zien hoe je een variabele aanmaakt. Heel simpel. Procent. Typ je een naam. Procent. You just created a variabele. Blablabla. Want ik heb er gewoon een gekke naam aan gegeven. Dus dat is hoe dat werkt. Heel simpel. Gewoon tussen twee procent tekens zetten. Hetzelfde kunnen we nu dus met de beugels doen. Dus ik pak dit gewoon aan de onderste kanten. Omdat hier dus die redstone-toortjes komen. Nou, hier staan de beugels open. Dus we doen variabele edit. Test beugel, want dat is de naam die ik had gegeven. Set open. En dan doen we aan de andere kant exact hetzelfde. Alleen zetten we hier dan dus dicht neer. En zo zie je dat het nu ook bij de beugels werkt. Dicht. Open. Dicht. Open.
en vrijgeven. Power is om ervoor te zorgen dat je dan dus het karretje weg kan halen en kan laten spawnen. Is in principe ook heel makkelijk. We halen deze twee buttons weg. Hiervan maken we een wireless redstone. Test score power. Maken we weer een switch van. Ik zorg er even voor dat er op het moment geen karretje op de baan staat. Ik mis alles. Het karretje moet even weg. Dat is makkelijker. Zo. En wat we dan dus doen is dan doen we die activeren. Activate test power. Nou, zie je, er wordt een karretje gespand. Maak je niet druk, zo'n span sign kan maar één keer geactiveerd worden. Dus ook al blijft deze torch aan, het is niet dat hij constant blijft spannen. En dan kunnen we hier bij de destroy, kunnen we dan weer dezelfde neerzetten. Weer activate, test, power, switch, switch, als ik het goed kan typen. En dan zie je dus dat ik het zo om en om aan en uit kan zetten. Ik zie natuurlijk één foutje heb gemaakt, die naam zet hij er pas heel laat op. Dus dat moet hier al gebeuren. Wordt zo meteen wel duidelijk waarom. Zo. Dus nou, hij spant die car, maar die is er al. En hij haalt hem weg. Dat doet hij nu natuurlijk nog steeds niet. Oké, hij spant de car. Ik doe het nog een keer. Hij haalt de car weg. Hoe ik dat heb gedaan is er staat hier niet gewoon train destroy, maar train test sterretje destroy. Want hier zetten we natuurlijk de naam tester op. Dus hoe je dat doet, je kan dus vanaf afstand kan je die signs besturen. Van afstand kan je dan dus treinen beïnvloeden zonder dat ze dan direct onder de sign moeten staan. Als ik nu bijvoorbeeld even het treintje ga vrijgeven, dan zul je zien dat die destroy sign nog steeds werkt. Ook al staat hij nu al lang niet meer boven die sign, dan zul je zien dat hij nog steeds weggaat. Omdat hij dus die naam heeft en daar staat de naam in die sign. Nou, dan kunnen we dit weer toevoegen aan power, dus server signs, add, server, weer activate, test, power, staat er nu op. Ook even op de knop, staat er nu ook op. Dus met deze sign kunnen we nu karretjes weghalen en weer spawnen. Hetzelfde met de knop, werkt precies hetzelfde. Ben soms te vroeg, dan staat hij nog niet over de set name. Maar in ieder geval, dat is hoe dat werkt. Dus we hebben deze achtbaan nu in principe, nou ja, niet geautomatiseerd natuurlijk. Maar we hebben het nu gemaakt dat je deze kan besturen op afstand met een bestuurhokje. Nou, vond je dit nou een leuke video? Klik dan vooral even op het blauwe duimpje omhoog. Wil je meer zien van deze Traincard serie? Laat het dan vooral zeker weten. Ik weet nog niet precies wat ik in de volgende aflevering wil gaan uitleggen. Want in principe heb ik nu wel echt alle basics gehad. Je weet nu wat alle signs doen. Je weet nu wat van physics. Je weet nu hoe je een bestuurhokje kan maken. Dus ik kan het misschien de volgende aflevering wel hebben over TC Hangrail. Hiermee kan je rails maken die onzichtbaar zijn. Waardoor je dus echt een achtbaan krijgt. En niet minecarts in principe. Nou ja, vond je dit nou een leuke video? Klik dan op het blauwe duimpje omhoog. En klik ook vooral op de abonneerknop en het belletje om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En dan heb ik nog maar één ding om te zeggen. En dat is... later!